Hallo mensen, wat doen we gamen? Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe Survival Island video. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Ik heb er zin in en dat graag gaat het om. Daar gaat het om. Nou, het is natuurlijk ook belangrijk dat jullie er zin in hebben. Maar in elk geval mensen, ik heb mijn spullen teruggehaald omdat ik in de vorige aflevering dood was gegaan. En ja, ik heb er zin in. Oh, mijn boompjes zijn weer gegroeid. Dat is mooi. In elk geval mensen, wat gaan we doen in deze aflevering? In deze aflevering ben ik voornamelijk van plan weer even de cave te gaan onderzoeken. En natuurlijk even mijn farmpje wat te gaan uitbreiden. Want we krijgen telkens meer samplings. En uiteindelijk moeten we die samplings wel weer gaan planten. Dus, ik ga even een bel maken van iron. Dat is namelijk wel zo handig. Even kijken waar mijn mooie workbench is. Mijn mooie workbench is hier. Dan maken we heel even wat meer wooden planks. En met van die wooden planks maken we gewoon even een aantal mooie stickies die we weer kunnen gaan gebruiken. En ik bedacht me net, wacht eens even. We hebben heel veel spinnenwol gevonden. Of spinnenwol, wat? Nee, we hadden heel veel van dat spinnenweb gevonden. En daarmee kunnen we pijlenbogen maken. Dus dat gaan we ook gelijk even doen. We gaan gelijk helemaal intensief beginnen met bouwen in deze aflevering. Dus, hoe deed je dat? Dat was geloof ik zo iets. Zo. En dan was het toch zo. Oh man, ik vergeet dat telkens. Ik ben zo... Oh, nou zo dus. Een bow. Vet. En wat had ik hier? Ik had hier ook wat. Een boek had ik gevonden. En dat was een... Oh, dat waren die regels. Tuurlijk. Ik was heel even verward met een andere map. We hebben in elk geval even een bow. Die kunnen we altijd nog gebruiken. Zo, spinnenweb terug. En laten we eens even wat extra pickaxes gaan maken. En even wat mooie armor. Laten we gelijk even onze iron gaan verkloten. Dat is wat we gaan doen. Zo, dit vind ik helemaal... Wat? Waar zijn mijn sticks? Wat? Oh, die zat ik net hierin. Als jullie denken, joh, ga dit spelen met facecam. Moet je gewoon even een reactie achterlaten. Misschien ga ik het dan wel doen met facecam. Lijkt me hartstikke leuk. Zo, hoppakee. Daar hebben we wat extra pickaxes. Een extra pickaxe. Wat extra pickaxes is niet echt zo Nederlands. Ik wil graag even een beltje hebben die we dan kunnen gaan gebruiken. Schepje. We gaan gelijk even intensief bezig met heel veel tools. Een schep en een... Oh, een zwaard hebben we nog, toch? Of niet? Ja, weet je, beter een extra zwaardje hebben. Hoppakee. Zo, hoppakee. En dan wil ik nog even wat armor hebben. Een mooie chestplate. Hup. En een mooie pants. Hup. En dan wil ik nog mooie boots. Hup. Zo, dan hebben we tenminste dit even mooi. Hoppakee, dan voel ik me helemaal gangster hier op mijn mooie eilandje. Ik had heel veel reacties gekregen. En, oh, dan ben ik het helemaal vergeten. Er was er eentje, ik geloof, Joppie Stan Eiland. Die vond ik wel geniaal, maar het is nog niet helemaal wat mij, zeg maar, een kick geeft. Want ik denk van, wow, dat is vet. Dus heb jij nog een vette naam voor mijn eiland? Laat het dan weten in de reactie. Misschien gebruik ik het wel als eilandnaam. Lijkt me helemaal tof om te doen. Oh, wacht eens even. Als we willen, kunnen we nog een helmet maken. Dat vind ik wel vet. Oh, nu voel ik me toch zo chill. Ja, nu voel ik me helemaal gelukkig. Helemaal vet. Hadden we nog... Oh, we hadden helemaal geen zwaard meer. Dus dan heb ik toch een mooie deal gedaan. Of iets goeds gedaan. Deze mag ook weg. Zo, kijk. Dit hebben we dus nodig als we de ultimate survivor zijn. En dat zijn wij. Ah, bijna. Ik weet het. We moeten even lekkere koekjes meenemen. Een stukje brood. En dan zijn wij er helemaal klaar voor. En nogmaals mensen, als jullie denken, doe dit met facecam. Ik doe het graag. Ik doe alles voor jullie. Ik pipe jullie wat. We doen even dit. Even weg. Wat? Fuck. Zo. Dit vind ik mooi. Als we dit even helemaal weghalen zo, dan hebben we extra hout. Want natuurlijk willen we wel nog een extra huisje hebben voor onze chests. Dat is wel zo handig. En we moeten natuurlijk dit helemaal gaan uitbreiden tot een heel mooi plat eiland. Want ik vind het niet mooi als er heel veel hobbels in zitten. En ik wil natuurlijk wel iets grotere chest hebben. Chest? Wat? Een iets grotere farm hebben. Want we hebben nu maar een klein farmpje, zoals jullie hier zien. Die ga ik ook even oogsten. Hup. Zo. Maar dat hebben we dus. En dat vind ik heel erg mooi. Maar we hebben meer plek nodig voor onze boom. Want we hebben hier al een heel bos gewoon. Dat is echt prachtig. Ik vind het heel erg vet. Maar we hebben echt wat meer nodig. Dus daar gaan we echt even voor zorgen. Oh, ik ga vanavond lekker Chinees eten. Want ik weet niet of jullie het weten. Want het is vandaag maandag. En vandaag ben ik officieel jarig. Ik kreeg al heel veel felicitaties. Maar vandaag ben ik officieel jarig. Dus ja, leuk. Gezellig. 14 jaar. Ja, ik vind het hartstikke leuk. Hup. Ik ben aan het sparen geweest voor een nieuwe computer. Ik heb nu een PC, maar ik ben aan het sparen geweest voor een gamecomputer waar ik dan sneller kan bewerken. Waar mijn Minecraft minder gaat laggen. Want ik heb nu bijvoorbeeld dat nieuwe custom app die ik heb gedownload, de Waves. Kan ik ook niet meer spelen, want die lekt ook als sortering. Dus voor de mensen die de Waves leuk vonden, het spijt me. Heb jij een custom app met niet heel erg veel mobs, want door die mobs lekt het enorm. Dan moeten jullie dat even in de reactie achterlaten. Maar ik krijg een nieuwe computer waarbij ik mijn PlayStation games kan opnemen. Waarbij ik... Minecraft minder lekkerig kan opnemen. Het komt allemaal goed mensen. Even geduld. En in de tussentijd ga ik jullie vermaken met Survival Island. Met PlayStation games. Die ik misschien morgen al wel kan gaan spelen. Ik weet niet wanneer ik het apparaatje kreeg waarmee ik het kan opnemen. Ik geloof binnen nu en vrijdag.
En dan gaan jullie allemaal PlayStation 3 games zien. Zoals Hitman Absolution. GTA 5. 4. 5 komt nog uit. En al die dingen. Dus het gamekanaal Doe Mijn Gamen gaat vreselijk uitgebreid worden. Het gaat vreselijk vet worden. Dus verheug je er maar vast op. Het gaat helemaal tof worden. Ik kan jullie het nu al gaan vertellen. Wordt helemaal super. Zo, ik geloof dat dit wel goed is. We gaan enorm veel samplings krijgen. Dat voel ik al aankomen namelijk. Kunnen we dit dan eigenlijk beter gebruiken voor Rose Red? Dat vind ik eigenlijk ook wel vet. Of zullen we het gewoon zo gebruiken? Dat vind ik ook goed. We hebben echt meer bonemiel nodig. Dus wat ga ik doen? Ik ga beneden zo meteen in die cave even wat skeletten afslachten. Want ik ben een slachter. En nogmaals, als jullie denken, joh, doe facecam, laat het weten in de reacties. Dan doe ik facecam. Ik ben daar heel makkelijk in. Facecam or not. Jullie mening. Jullie keuze. Meer mening, keuze. Het is allemaal hetzelfde. Zijn dit alle bomen alweer? Geloof het niet, toch? Of wel? Ben ik nu aan het verkloten, want hier kunnen weer samplings uitkomen. Oké, laat maar lekker komen. Zo, genoeg samplings voor iedereen. Even kijken of we nog wat spullen hebben waarmee we iets vets kunnen bouwen. Wat mij wel vet leek. Oh, yo, we hebben nog fucking veel iron. What the fuck? Oké, dat had ik dus nooit gezien. Zo. Dat wist ik niet hoor, mensen, dat we dat nog hadden. Laten we eerst even een mooie mini farm gaan maken op mijn eiland. Eerst mijn eiland even wat uit gaan breiden. Want ik heb echt een mini eilandje hier. Wat we even gaan doen is, we pakken even de dirt die we nog hebben. Hebben we serieus geen dirt meer? Oh, nice. Dan moeten we dat eens even allemaal weer gaan pakken. Dan maak ik dat gewoon even hier omheen zo. Oh shit, dat gaat heel snel. Dan hebben we zo een paar stacks. Even een paar stacks met dirt. Ik ga het lekker diep doen. Wat? Wat? Ik zeg echt van die dingen waarvan ik denk, wat? Oké, dit is goed. Zo, we maken hierna, maken we het gewoon weer naar boven. Maakt helemaal niet uit. We moeten even heel wat dirt hebben om ons eiland mee uit te breiden. We kunnen beter een groot eiland hebben dan een klein eiland. Is tenminste wat ik ervan vind. Zo. Misschien het huisje nog een keer wat uitbreiden. Lijkt me ook wel vet. Want we hebben nu zo'n klein huisje. Gewoon even het startershuisje wat iedereen heeft als hij gaat beginnen. Maar ik wil eigenlijk ook wel echt dat grote huis hebben. Met echt veel verdiepingen. En chests. En wat ik trouwens ook nog had gezien. Is dat vond ik heel vet. Dat ga ik gelijk even doen. Ik wil zoveel dingen doen in deze aflevering. Mensen. Ik wil zo enorm veel dingen doen in deze aflevering. Dat is niet goed. Want ik begin helemaal. Ik wil dit nog doen. Ik wil dit nog doen. Ik wil dit nog doen. Maar even eten. Dat is één. Zo. 9 zeg ik. 9 wat? Wat ik dus even wil doen is als eerste de iron binnenhalen. Dat is nummer 1 wat ik wil gaan doen. Iron. Wat ik als tweede graag even zou willen doen is heel even... waarom doe ik dit met een bel? Dat is zonde, Job. We hebben al zo weinig shit en dan ga jij het met een bel doen. Dat moet je niet doen. Met de whales die ik had, wou ik wat heel erg vets gaan doen namelijk. Dat leek mij tenminste heel erg vet. Wat ik namelijk wou doen is ik wou graag een button maken. Dat is 1. Zo, ik wou een button maken. En dan wou ik... een button, zei ik. Zo, en dan wou ik graag hier, waar het begon... Wou ik graag met die wheels, wou ik het helemaal naar de cave gaan doen. Dat leek me heel vet. Dan krijg je een beetje dit effect. Dat is toch vet, mensen? Helemaal in survival gewoon... Ik wou zeggen creative, maar dat zou heel raar zijn. Want dan cheat ik dus, en dat doe ik niet. Ik ben geen cheater. En nu is iedereen stil, want jullie denken... Job, serieus, je hebt al zo vaak gecheat waar wij bij waren. Je bent wel een cheater. Maakt niet uit, in deze serie heb ik nog helemaal niet gecheat. En daar ben ik trots op, mensen. Daar ben ik heel trots op. Daar ben ik enorm trots op. Even kijken. Als ik nu verkeerd aan het bouwen ben, mensen, dan ben ik zo lul. Gelukkig hebben we genoeg sport. Dat vind ik heel vet. Nu hoeven we tenminste niet meer helemaal moeite te doen om boven te komen. Dan kunnen we dus gewoon heel erg swaggy en snel doen. En dat is best vet. Het is deze kant op, toch? Ja, het gaat helemaal goed komen. Deze kant. En dan wil ik tot hier. Vet. En dan gaan we zo meteen even kijken of het werkt. Maar als eerste wil ik heel even naar mijn koolmijn toe. Want ik heb weer een beetje tekort aan kool. En ik had hier de koolmijn. Helemaal tof. Ja, ik ben voor alles voorbereid, mensen. Jullie willen niet weten hoe voorbereid ik ben. Ik ben heel voorbereid. Super voorbereid. Hup. Ja, zo. Heel even kijken of dat ding wel opneemt. Dat vraag ik me altijd af. Hè. Neemt hij wel op? Dat is echt zo angst voor mij van... Neemt hij wel op? Neemt hij niet op? Dan ben ik de lul. Zo... Zo, dit gaat echt best wel goed, vind ik. Ik vind het heel goed gaan. En dan dat dit wel genoeg is. Maar ik neem voor de zekerheid wat meer mee. Want we gaan nog heel wat iron omsmelten. Daar ben ik heel zeker van. Want ik ben echt iemand die gewoon... Oh, was dat het? Dan maak ik het nog voor de zekerheid even wat mooier zo. Zodat we misschien nog een keer wat kunnen bouwen. Hup. Ja, dat ziet er toch hartstikke mooi uit zo. Ik vind dit wel... Dit moet wel even weg. Ik wil het altijd allemaal perfect hebben. Ik ben echt iemand die het in mijn survival wereldje helemaal wil hebben. Alsof het zijn echte huis is. En dat is vet. Dat is mooi. Ik ga vanavond een Chinees eten. Dat is echt heerlijk. Zo lekkere... Wat? Nee, niet een Chinees. Chinees gewoon. Een Chinees, dat doen we niet. Dat doen we niet aan. Zo, nu hebben we een beetje een mooi kamertje. Dat vind ik helemaal prachtig.
En dan gaan we nu weer even verder om even te kijken waar het uitkomt. Uitkomt, klaarkomt, wat? Huh? Wat zeg je nou allemaal? Ik weet het niet. Oh, dat is echt kut. Die heb ik zo ontiegelijk hekel aan. Moet je trouwens ook nog van dat powered wheels hebben? Of van die boost wheels? Hoe maak je die? Met gold, toch? Of hoe zit dat? Met gold, geloof ik. Ik weet het niet meer. Het maakt het, geloof ik, met gold. En met redstone kun je ook iets doen. Ik weet het allemaal niet meer. Ik ben er veel te onhandig in. Maar oké. Vet. Even kijken wat we... Wat zijn er zo... Oh, kut. Heb ik nou serieus al die samplings gemist? Zijn ze allemaal in het water gevallen? Hoeveel samplings heb ik nou? Oh, 10 en 12. Hartstikke veel, joh. Ik wou zeggen, ik heb ze allemaal kwijtgeraakt. Maar dat is allemaal niet waar. Zo, laat de rest maar even lekker allemaal kapot gaan. Dan gaan wij ondertussen even ons iron binnenhalen. 18 iron, helemaal super. Oh, drop ik het nou? Dat is niet de bedoeling. Want wat we nou even gaan doen is namelijk even kijken hoe dat werkt. Ik heb er helemaal geen verstand van. Ik geloof wel dat het gewoon even een kwestie is van... Waarom doe ik de iron in de chest? Die heb ik allemaal nodig. Zo, de iron kan ik goed gebruiken. En dan doe ik normaal altijd zo, geloof ik. En dan heb je een minecart. Ik maak er even eentje reserve. Zo, twee minecarts. En als het goed is, doe je het dan zeg maar zo dat je... waar begint het? Hier begint het. Vet. En dan hak ik dit even helemaal weg. Zo. Oké. En dan maak ik dit even van cobblestone. Dat vind ik namelijk mooier. Hup. Dit mag even allemaal weg nog. Zo. En dan wil ik dit van cobblestone hebben. Dit weggetje. Zodat ik weet dat hier mijn wheels begint. Oh, kut. Heb ik nou serieus... Heb ik nou één wheel te weinig? Is dat seriously? Dan maak ik die er even bij. Ik weet niet eens, hoe je dat ding maakt. Slim. Dan doen we het even anders. Dan doen we het gewoon even zo. Kan ook, kan ook. Ik heb geen problemen mee. Ik heb er absoluut geen problemen mee. Ik vind het wel kloten, maar ik heb geen problemen mee. Zo, die moet nog even weg. En dan... Zo. Of wat? Zo. 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 Oké, dan. En dan moeten we hier, geloof ik. Als we dan even hier. Met redstone. Of met redstone. Waar? Met, dat kan ook gewoon zo, toch? Hoe doe je dat? Of kun je het ook gewoon... Ik geloof dat je het gewoon zo doet. En dat je dan de minecart erop legt. Of gaat hij dan automatisch al? Kan ik er nu in gaan zitten? Ja. En als ik dan hier de button opzet. Of kan dat niet? Ik weet het niet wat ik allemaal aan het doen ben. Ik ben er helemaal niet goed in, joh. Nee? Of wel? Oké, dan doen we het even anders. Dan flikkeren we dit allemaal even weg. Ik ben het er helemaal niet goed in. Als we het nou gewoon hier zo doen. Ga. Zo, dan gaat hij wel. Ik vind het wel vet. Kijk, dan ben je veel sneller. Veel sneller. En eigenlijk moeten we er dan ook eentje hebben naar boven. Dat is wel vetter. En nu moeten we weer helemaal naar boven. Maar dan moeten we even anders doen. Maar het idee is er. Het idee is er. En daar gaat het om. Dat vind ik belangrijk. We kunnen nu in elk geval heel makkelijk naar beneden komen. Dat is in elk geval de trick. Maar ik vraag me nu af. Maak je dat met redstone? Als jullie weten. Nou, weet je. Ik zoek het allemaal wel een keer op Google. Dan, dat doen we dan wel in de volgende aflevering. Nou, of hebben we in deze aflevering weer wat hout kunnen pakken. En we hebben ons prachtige spoor kunnen maken. Dat vind ik helemaal leuk. Dat vind ik helemaal prachtig. Helemaal super. Ik ga het allemaal even in de chest pleuren. Is er nog meer? Hup. Genoeg iron. Genoeg hout. Oh, shit. Zo. Ik ga dit allemaal wel even ordenen in mijn vrije tijd. Want wat we nu even doen is weer die bomen neerzetten. Want dat doe ik ook wel even in mijn vrije tijd. Dat is ook weer zo saai. Zo. Hop, hop. Zo. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze video. Vond je dit een leuke video? Laat dan even een reactie achter voor de reactiemuur. Dat is gewoon simpelweg een reactie plaatsen met daarachter hashtag reactiemuur. Ik had heel veel reacties gegeven voor de reactiemuur. Maar dat waren een beetje rare reacties. Want het waren meer reacties van Job, maak een boom met de reactiemuur. Voor de reactiemuur moet je dingen schrijven van leuk eiland. Of weet ik veel. Schrijf een origineel leuk iets. Bijvoorbeeld een kat plas niet in de boom. Weet ik veel. Doe iets waar ik van denk. What the fuck. Dat komt in de reactiemuur. Maar heb jij een challenge van bouw een boom? Schrijf dan bouw een boom. Hashtag challenge. Dat zijn andere dingen. Doe dat even in de reactie. Want in de volgende video ga ik bezig met de reactiemuur. In elk geval wil ik jullie bedanken voor het kijken van deze video. Vond je dit een leuke video? Deel deze video dan even met je vrienden. Heb je geen vrienden? Maak een vrienden. Kun je geen vrienden maken omdat je zelfmoordneiging hebt? Ja, dan weet ik het niet. Mensen, bedankt voor het kijken en... tot de volgende keer. Later.